Ik heb lang gezocht naar een vorm die alle mensen die herdacht worden, om die te kunnen herdenken. Ik heb daar mijn hoofd over gebogen en ik heb veel om me heen gekeken. En toen viel me één ding op, dat in de monumenten die er staan, er staat een groot beeld van Gerard Bolhuis. Dat is een beeldhouwer die net na de oorlog het herdenkingsmonument heeft gemaakt. En dat is een hele fiere dame met een bloem in haar hand. En in de jaren 80 is er een herdenkingsplaquette waarop de namen staan van alle in de oorlog vermoorde Winterswijkse Joden. En daar staat een geknakte kiewitsbloem op. En toen dacht ik, hé, maar een bloem is eigenlijk een hele mooie vorm, onafhankelijke vorm van herdenken. Een bloem, dat gelooft iedereen, dat ziet iedereen. En we maken heel veel gebruik van bloemen. Of nou bloemen zijn die aan iemand geeft om een bepaalde genegenheid te tonen, maar ook bloemen. Bijvoorbeeld bij feestelijke gelegenheden wordt met bloemen gestrooid. Bij herdenkingen wordt een krans geplaatst. En toen dacht ik, wat is nou een Winterswijkse bloem? En toen kwam ik al snel uit bij de bosanemoon. Ik heb daar een hele mooie, althans in mijn jeugd, heel veel herinneringen aan. Als ik fietste met mijn ouders, wat we veel deden, dan stonden daar in het voorjaar die mooie vlaktes met mooie groene vlaktes met prilgroen. En hier en daar wat mooie uitgestrooide bosanemoontjes. Goed, je kunt een plannetje hebben en een modelletje maken, dat is natuurlijk één ding. Maar om het vervolgens te maken is nog een tweede ding. Gelukkig ken ik Guido Slegers goed en zijn broer Mies. En dat zijn mannen die met staal eigenlijk alles kunnen.